van Honda heeft de coureur uit Echt meegedeeld dat zijn testteam met onmiddellijke ingang wordt opgeheven. Een grote teleurstelling voor de Limburgse coureur en zijn fans. Maar manager Huub Rotengatter blijft optimistisch. Huub Rotengatter stond vandaag gewoon op de golfbaan van Herkenbos, waar hij deelnam aan een golftoernooi. Maar zijn dag was verpest door het bericht van Honda. Het Japanse autoconcern stopt per direct met het testteam waar Jos Verstappen deel van uitmaakt. Kijk, waar rook is dus vuur, dus het hing al in de lucht. Maar het blijft natuurlijk toch een hele zware teleurstelling. Ik bedoel, zeker als je bedenkt hoe goed het allemaal gaat. Kijk, ik zeg altijd maar zo, we waren voor het eerst in de positie sinds het Benetton-verhaal. Nee, sterker, misschien nog wel beter voor de toekomst. Dat Jos in een auto komt te zitten die helemaal werd ontwikkeld naar zijn rijstijl. Waar naar hem werd geluisterd. Hij was eerste coureur. Kortom, het potentieel was aanwezig om meteen het volgend jaar, 2000, dus gewoon in de top 10 makkelijk mee te rijden. Zo niet voor podiumplaatsen te gaan. De fans vernamen vandaag het slechte nieuws op de internetsite van de fanclub. Maar volgens Rotengatter hoeven ze niet te wanhopen. Het grote voordeel is eigenlijk dat Jos de afgelopen maanden heeft laten zien dat als hij het goede materieel heeft en als er naar hem wordt geluisterd, dat hij dan ook zich helemaal kan uitleven op zijn manier, dat hij met zijn specifieke rijstijl in een Formule 1 auto kan laten zien dat hij hard kan autorijden. En dat is dan wel het grote voordeel. Je ziet ook inderdaad de positieve kant ervan. Ja, want menig teambaas heeft dat natuurlijk zeker al gezien. Toch is in de Formule 1 niet de kwaliteit het belangrijkste, maar de inhoud van de beurs. En daar knelt de schoen bij Verstappen. Rotengatter staat nu weer voor een nieuw obstakel. De bunker is een kleine hindernis vergeleken met de opgave die de manager nu wacht. Er moet snel heel veel geld gevonden worden, zodat Verstappen zich kan inkopen in een team. Volgens sommigen is de carrière van Verstappen dan ook voorbij. Kijk, Jos' talent is gewoon onmiskenbaar. En nogmaals, dat zien andere teambazen ook. Het wordt er niet makkelijker op. Kijk, steun kun je natuurlijk altijd gebruiken. En het zal weer eventjes door een zure appel heen bijten zijn. Maar ik kan me niet voorstellen, er lopen niet zoveel getalenteerde coureurs rond als Jos in de wereld. Dus daar is vraag naar. En we moeten kijken hoe eventueel met hulp van sponsoring en met hulp van politiek bedrijven ons zo snel mogelijk weer in de Formule 1 terug kunnen draaien. Een eerste aanzet is er in ieder geval. Verstappen kreeg van Honda een gouden handdruk van 5 miljoen gulden. Maar dat is bij lange na niet genoeg voor een zitje in een Formule 1-stal.